Vandaag hebben we de beefhammer. De beefhammer is een runde schenkel. Dit is van een dikbeul, weegt ongeveer 3,5 kilo. Die gaan we bereiden op de Kamado. Wat gaan we doen? Als voorbereiding van vandaag, voor morgen op de barbecue, we spuiten mee met een rundevond. En we gebruiken een peperrub zonder zout om in te smeren. We gebruiken bewust geen zout. Dat gaan we morgen doen, want anders trek je het vocht er weer uit. Nou, we gaan beginnen. We pompen hem gewoon vol met de rundevond. Hop. Dit heeft hij nodig, omdat via de zijkant er niet zoveel kruiden niet zoveel kunnen intrekken door het dikke vlies dat erop zit. Maar als we het dikke vlies eraf gaan halen, dan blijft het vlees niet aan de schenkel wanneer die gaar wordt. Dus dat moet vooral dit moet er omheen blijven, het zilver vlies. Daarom moeten we een klein beetje gaan voorbewerken met een rundevond, zodat er een klein beetje alvast aan wat smaak aankomt, laat ik het zo zeggen. Zo, ik denk dat dit voldoende is. De rest bewaar ik, van de vond bewaar ik tot morgen. Want als we morgen op de barbecue zetten en we nadat hij een tijdje ingebraden heeft, dan gaan we het folie toedichten om de schenkel heen. En dan doen we de rundevond erbij in, zodat hij niet uitdroogt. We gaan nu verder met de rub. Zo, dit is de voorbereiding van vandaag. Ik heb nu al zin aan morgen. Goedemorgen. Nou, we hebben nacht overgestaan in de kruiden. Wat we nu moeten doen is alleen nog het zout erop. Dan gaat die op de barbecue. Wat ik ook bij heb meegenomen zijn melkpijpjes. Doormidden gezaagd in een boordvormpje. Ik heb drie. Ik heb een stukje zilverpapier. Daar leg ik mijn bot op. Dan blijft die mooi stabiel liggen. Dan leg ik straks op de barbecue. En dan doe ik wat zout en peper op. En die gebruik ik straks als ik na een uurtje of drie wat gerookt heb. Doe ik hier aluminiumfolie omheen. Dan gaat de rest van de fond van gisteren gaat daarbij in. Opgelost in water. En een deel melkpijp. Lekker vet, geeft goed smaak. En dan vervolgens laten we hem gewoon nog in de folie een uur of wat lekker doorgaren. En dan op laatst halen we hem uit de folie en dan gaan we hem aflakken. En dan gaan we, als we uit de folie gaan hem af te lakken, leggen we deze erbij op. Maar die gaan we lekker voor op een stokbroodje smeren straks bij dit gedeelte. Zo, daar gaan we. Peper erbij op. En een klein beetje Italiaans. Lekker. Voor de smaak. Zo. Daar gaan we.
Deze pakken we op. Die gaat nu op de barbecue. Ik heb de barbecue voorbereid. Dus we gaan indirect. Kijk, er zit een plate setter ertussen nu. Die heb ik aluminium of folium gedaan om het schoon te houden. We zetten deze middenin. We hebben de temperatuur van de barbecue op een 120 graden. De kentemperatuurmeter. Deze kentemperatuurmeter, die steek ik dus hierin. Om de temperatuur niet strak aan het bot. Mooi middenin. En daar komt weer op de merkpijp. That's all. Wat we nu gaan doen. Rooksnippertjes erbij op. Ik gooi het langs de plate zetten op mijn kolen. Zie je, ik ga direct aan het werk. Je ziet de rook nu al. Zo. Wat wil je doen? Ik heb de onderkant dicht gedaan, omdat ik de dome omhoog doe. Doe ik de onderkant dicht, zodat de temperatuur laag blijft. Dat je geen zuurstof krijgt hier, betekent dat de kolen ook niks doen. Doe dat ding dicht. Als je het deksel los doet, dan blijft je temperatuur 1 kamaro gelijk. We doen deze dicht. We zetten deze weer op een stukje open, zodat die straks weer op 130 graden uitkomt, ongeveer. Dat is mijn temperatuur in mijn dome. En deze zetten we helemaal dicht, omdat we de rook in de kamaro willen houden. Zo, we geven een paar uurtjes. We zijn nu anderhalf uur verder. De temperatuur zakt nu naar 108 graden in de dom. Dus hij gaat uit nu de kamaro. Dus de onderkant staat er iets open. Dus we gaan de bovenkant iets meer zuurstof geven, meer trek komt in de dom. Zodat hij weer gaat branden. En de rook zal goed weg zijn, zie je. En daar komt hij ook al. Dat is hartstikke mooi. Nou, de temperatuur gaan we weer in de gaten houden. We hebben iets opengezet nu. Dus daar gaat hij weer. We zijn weer een paar uurtjes verder en nu gaan we eruit halen en gaan we in de folie doen. Komt ie. Is die? Nou, wat we nu doen, gewoon hem mooi dicht. Zo. En zover klaar. Wat we nu doen is we pakken het merkpijpje. Even een handschoen, anders is het denk ik heet. Kijk, dit is melk, dan schappen we er weer in. Dit is vet, dit is puur smaak, perfect. En dit is zo lekker. Ook gewoon voor de noem straks ook, die andere twee leggen we straks op de barbecue. En die gaan we straks verdelen over stokbrood. En met een stokbroodje hebben we straks van melk. Dat is die. Ik heb mijn fond aangevuld met gewoon kraanwater. Dat doen we erbij in. Zo. Wat we doen, dichtvouwen.
Zo. Nu gaat het erin. Leg het melkpijpje er weer bij op. Twee stuks. Zo, een beetje zout en peper erop. Een beetje Italiaans smaak, lekker. En dit gaat hij weer. Zo, een paar uurtjes. Wat ik al zag. Kijk, hij sluit dan niet helemaal lekker aan. Dus dan gaat het vocht tussen weg. Dus wat ik nu doe. Een stukje touw erom. En dan gaat hij weer. Zo, we zijn 4 uurtjes verder. En we gaan eens kijken wat het geworden is. Helemaal meer eruit. Deze moet ik even met de handschoen aanpakken, want het is goed heet, denk ik. Dat is die. En dan bouw ik even dit in. Zo. Kijk, dat is hem. Hij is super zacht. Hij is goed gaar. Zo, dan pakken we de Blues Hawk. Die gaan we lekker mee aflakken. En dan ga ik nog even op de barbecue straks. Hij is echt super zacht, hij is echt is helemaal klaar. Het is echt puur nog voor de smaak even lakken. Dan gaat het weer op. Zo, touwtjes eraf. Zo, we zetten hem op een bord. En vervolgens gaat iedereen met zijn vork een stukje aftrekken. Als zijn pulled beef.